Ik ben Amber Vergnes. Ik studeer milieuwetenschappen aan Wageningen University. En ik ben tweedejaars student. Over een aantal jaar ben ik klaar met mijn studie. En ik ben best wel benieuwd wat ik dan zou kunnen gaan doen. En daarom ben ik vandaag op bezoek bij iemand die dezelfde studie heeft gedaan als ik. Namelijk Tanja Huizer. En zij werkt nu als projectmanager bij Arcadis. Hallo, hoi. Ik ben Amber Vergnes. Kom verder. Bedankt. Zou je iets kunnen vertellen over de baan die je nu hebt? Ik werk als projectleider bij Arcadis voor de adviesgroep Rivier, Kust en Zee. Daardoor werk ik vooral op projecten die 3 maanden kunnen duren of jaren kunnen duren. Omdat ik projectleider ben, hou ik me vooral bezig met zorgen dat alles binnen de planning gebeurt. Dat het binnen het budget gebeurt. En dat de juiste specialisten hun specialisme kunnen uitvoeren. Dus een kustmorfoloog die zal morfologische studies doen. Een marine-ecoloog die zal zich op de marine-ecologie richten. En ik zorg dat alles bij elkaar komt. Dat is mijn rol. En waarom heb je deze baan en daarvoor de opleiding milieuwetenschappen gekozen? Ja, dat is eigenlijk wel leuk gegaan. Ik heb eerst bestuurskunde gestudeerd. Ik miste een beetje de chemie en meer over water. Dus toen ben ik in Wageningen gaan kijken. En toen kwam ik bij Wageningen University. En ik zag milieuwetenschappen als een combinatie van zowel beleidskant, wat ik bij bestuurskunde al had gehad, als water en bodemkunde en chemie en zo. Dus de combinatie vond ik heel leuk. Vervolgens ben ik stage gaan lopen bij Arcadis. Een Europees project over kustbeheer. Our Coast heette dat. En het was eigenlijk de eindfase van het project. Dus ik heb het project mee helpen afmaken bij Arcadis. En toen mocht ik blijven na mijn stage. Dus zo ben ik hier beland. Oké, en hoe ziet een dag voor jou eruit? Ja, heel gevarieerd. De ene dag zit ik hier op kantoor. De andere dag zit ik in Zwolle. Daar zit een groot deel van mijn adviesgroep Rivier, Kust en Zee. Dan heb ik overleg met collega's over projecten die we gaan doen of offertes die we gaan schrijven. Een andere dag zit ik bij de klant en dan gaan we samen kijken hoe het project verloopt. Dus het verschilt heel erg. En merk je dat je vaardigheden hebt die je in je opleiding hebt geleerd die je nu kunt toepassen in je baan? Ik vind het een lastige, want je leert heel erg analytisch denken en het leggen van verbanden. Dus dat zijn dingen die ik geleerd heb bij de opleiding. Maar ook het werken op projectbasis. En dat wist ik, op het moment dat ik de opleiding deed, had ik dat niet gedacht. Dat ik dat zo erg zou gaan gebruiken in mijn werk. Bijvoorbeeld, volgens mij heb je ook laatste projectstudies, heb je dat vak Klopt, al gehad? Klopt, ja. Nou, dan ben je echt met een groepje studenten bezig om een bepaald project uit te voeren. En nou, je leert hoe je een projectplan schrijft en dat soort dingen. Dat heb ik allemaal meegenomen in mijn werk. Heeft de opleiding Milieuwetenschappen je goed voorbereid op deze functie? Ja, absoluut. We hebben, ja, natuurlijk wat ik zei, we hebben veel in projecten gewerkt. Maar we hebben ook veel in het buitenland gedaan voor de milieuwetenschap. We zijn naar de Oekraïne geweest voor een project over energie. En we zijn natuurlijk, dat ga je misschien ook nog wel doen in je master, de European Workshop. Zijn we naar Noorwegen geweest om daar te kijken naar de planning langs de kust. En hoe kustbeheer uitgevoerd kan worden. Nou, eigenlijk alles wat ik daar geleerd heb, heb ik meegenomen in mijn projecten. Die ik hier voor Arcadis doe. Ik heb gewerkt aan de Green Deal Biodiversiteit Oosterschelde. En daar moesten we ook met stakeholders om tafel zitten om te kijken wat zij voor problemen hadden, welke doelen ze willen behalen. Op die manier ben je echt met praktijk bezig, wat wij ook in Noorwegen deden met de European Workshop. En tegelijkertijd zit je met stakeholders om tafel en ja, dat is gewoon ontzettend leuk. En heb je daarbij ook een pre op mensen die een andere opleiding hebben gevolgd, collega's van je? Als het gaat om projectmanagement, absoluut. Ook het integrale denken bij Wageningen, dus vanuit verschillende invalshoeken naar een probleem kijken. Dat is echt iets wat je leert in Wageningen en vooral ook de praktijk. Je hebt altijd praktijkvoorbeelden die ze gebruiken. Je bent er helemaal niet theoretisch, maar echt praktijkgericht. En ik denk dat een groot verschil maakt met andere opleidingen aan TU Delft of in Leiden. Ja. En heb je tips voor mensen die een specialisatie aan het kiezen zijn, waar moeten ze op letten? Je moet vooral doen wat je leuk vindt, want ik denk, opleiding is één ding, maar uiteindelijk met je werk kom je wel terecht bij iets wat bij je past. En ik denk dat je bij het kiezen van specialisatie nog niet te veel aan je toekomstige baan moet denken, maar vooral iets moet doen wat je leuk vindt. Want als je passie uitstraalt, dan komt het bij elke baan wel goed, denk ik. Okay. Ik vond het heel erg leuk om hier te zijn. Hartstikke bedankt. Graag gedaan. En tot ziens. Ja, tot ziens. Dag.